Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brambier, Wheeler en New Energy Systems. Welkom bij Klanken van de Ovenklok. Frank Steins bespeelt het carillon. Stadsbeierdier van Ongemjaar Heerlen, van Maastricht en van Wiert. Dat speelt dat leertje uitzet, dat loegende klokken. Klanken van de Ovenklok vandaag met Spik en Span. Met Frank Steins, dat heb je al gezien en gehoord. En ook collega Tom Doesborg. Tom, leuk. Het thema is kerstmis, toch? Het thema is niet kerstmis. Oh, dat alles... Ja, ik ben alle gevoel van Tido kwijt. We zien alles aan het verschuiven. De optocht begon in mei. Ja. Buitenkampioenschap begint in april. Okay. LVK is al 80 keer verplaatst. Ja. Ik zie door de klepele toeken van Steins met zijn klokkenspel. Dus ik dacht, ja, kerst. Ja. Nou, gegarandeerd dat Alijn dit nog een keer met kerstmis gaat herhalen. Dus dan best wel passen. Ik kan dat aanhalen. Goed, ik ga niet even weer op het thema Zittert. Want er zijn natuurlijk heel veel liedjes die iets met een plaats te maken hebben. Bijvoorbeeld deze, Oet Zittert. Daar waar ik geboren ben. Waar mijn oude schoes nog steekt. De taal die ik toch zo goed ken. Ook al mijn leven leeft. Het is echt zo'n leedje. Dat geeft niet over de Wasselovend. Maar het heeft wel het gevoel van Wasselovend. En deur is ook Zittert alleen, hè? De mensen kennen dat natuurlijk onder de naam Limburg alleen. Het is niet echt inclusief. Het is echt voor Lu van Zittert is het Zittert alleen. Met een gewal. Dan blijft dan ook door, denk ik. Tuurlijk, met Vasteloof. Het wil zijn eigen stad blijven, toch? Ja, maar eerdere plaatsen, dit soort leedjes dan. Maar René, wordt het gespeeld met Vasteloof? Ja, Zittertje man of vrouw zingt het? Dat komt echt vooral arm in arm. Wie laat op de hand? Ja, voor ons samenveulen. Dat gebeurt er. Maar waren het oorspronkelijk dan een Vasteloofsliedje? Nee, het was ook een Vasteloofsliedje. Nee, het is een geschenk van burgemeester Koenders, wie de 25 jaar burgemeester was. We hebben ook het geheim van de Lu van Zittert. Er was het wat en dat er jou ergens gevraagd. Schreven ze een leuk liedje. En zo is het gekomen. Maar andere plaatje hebben het misschien ook, het zag ze al. Waar zou dit vanaf komen, denken ze dan? De winkel, hè? De wiel kniepa. Ja. De heer dek zich in. Wat kan ik daar doen dat ik in een winkbuil ben? Dat ik in een winkbuil ben. Ja, bijvoorbeeld. Dus zeg jij dan liggen voordat er geschoten is? Dus laat ons lekker van Heerlen zijn en blijf heel lekker boeten. Wat hebben we nog voor een plaatsje in jeder stad, jeder dorp, het toeste leedje. Wat dacht ze dan van zo gaat? Ja. Van een setje van Lol en Plezier. Van Funs van Grinsven, uiteraard. Maar dat is ook geen Vasteloofsliedje. Zijn pap en mam kostte het financieel opbrengen dat hij in München naar een toneelacademie ging. En door heette dat liedje uit Heimwee eigenlijk geschreven. En het werd ook volop met Vasteloofend gezongen. Hij vertelde ook dat hij in München op straat boete dat ging repeteren. Complete toneelteksten. En dat op een gegeven moment hoor zijn veer wordt gereden door zo'n open wagen. En daar stond Adolf Hitler in. Oh. Hij schrok zijn gummel kapot, hij ging aan de kant en de auto reed verder. Dus Funs is een van de weinige vanmeneren die Adolf Hitler nog recht in de ogen heeft gekeken. Vertel het hier. Tom, dit is toch ook het officiële Venlo's volkslied, of niet? Venlo-stadje. Ja, nou ja, dit werd ook marketingtechnisch natuurlijk uitgebuit. Venlo-stadje van Lol en Plezier. Ja. Maar met de Vasteloofend, dan wordt het toch... Behoorlijk gezongen, dacht ik. Ja, en zeker het modernere liedje van Lex Uiting... met zijn documentaire over wie fantastisch de Vasteloofend in het Zuje is, Noord-Zuje. Ja.
Daar komt natuurlijk ook Geert Truuk naar het Stedje van Lol en Plezier. Just. Dus het wordt te passend, te onpassend natuurlijk gebroken. Vaak ook de intro's van die liedjes zijn al de wits van... Oké, we zijn toe, zijn dat wat ze zei. Want dat is de functie, hè? Dat is wel al heurs. En het is pas een paar jaar oud eigenlijk. Maar het zit meteen zo diep in het gevoel, Limburgs of van een eigen stadje of eigen dorpje, met de schets van Os. Misschien hebben ze een zuster ook wel. Dat weet ik niet. Iets met een graasboermeetje. Zeker een hymne hebben. Ja. Dat is echt hymnes, hè? Een lofzang op hun eigen plaatje, op hun eigen volk, op hun eigen... Ja, het is altijd de vraag of dat in hoeverre dat nog groot is, hè? Wat dan nog maag, wie ver zijn eigen schoon. Want? Wieso? Nou, wie groot je eigen volk is, ja, we kennen de geschiedenis. Het is te nationalistisch. Te nationalistisch. En vooral te zeggen van, hey, kijk eens naar ons. Ik bedoel, het plaatje waar ik vandaan kom en het plaatje wat er naar ligt, nou, dat zingen we eens op Fout van Oorlog. Nee, daar kennen ze een zittigheid van, toch? Ja, dat bedoel ik. Het gedoens met gelijn en zittig, ja, dus, dat is dus die identiteit, die wordt alleen maar versterkt dan. Ja. Vooral met zo'n moment. En Veri Ongerijn, Veer maken het samen. En wat de rest de boete deed, interesseert ze niet. Tenzij we als Limburgers Ongerijn zijn. Dan hebben ze wensen... Volkslied. Ja, dus, dat is het gevoel. Ja. En dat zullen we minder hebben met het Chinese volkslied bijvoorbeeld. Met? Met het Chinese volkslied. Nee, denk je ook niet. Nee. Nee. Dus... Ik denk dat de circus spelen toch of de regionale omroep heeft natuurlijk vanaf het begin van de oprichting 75 jaar geleden wel die rol gehad om Limburg bijeen te brengen. En dat is op sommige momenten ook best wel geluk. Ja, maar moet het altijd? Ik bedoel, Kerkrade een heel andere cultuur dan Weert. Sven een heel andere cultuur dan Maastricht. Het zijn heel veel verschillende culturen die zijn van elkaar en die mogen ook niet van elkaar bestaan. Maar het is nog niet zo lang geleden dat bijvoorbeeld Leedjes uit Susteren volop in Venlo en Venlo wordt ermee gezongen. Nee, dat is best wel iets van de laatste 10 jaar. Het is van de laatste 10, 15 jaar misschien. Ja. Maar het is inderdaad ook de vorige woorden een leedje geschreven op wat in de eigen plaats gebeurde. En ja, als je nu wel eens optreedt, en dat zoals ze echt hebben moeten hebben, de kans met een leedje wat over een politiek kwestie geeft in Zusteren, geeft ze niet in Venrooy optreden. Maar toch even terug, hè? Want toen zei ze, we maken liedjes over onze eigen stad. Ik weet dat in Zittert die over liedjes werken maken over Glijn. Ja, maar dat is een chimp. Ja, maar daar is natuurlijk ook een... Dat kan, maar dan, zal wie kniepelen deed, dan baken ze hun eigen grensje toch af. En dan kan ze de rest boete houden, al is het spel. Ja, kom niet aan Glijn, want dan komt Sanos. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Gans Glijn is er tegen. Om ze dat weer ondergebracht. Ja. Okay, heb ze er een paraat nog? Vervallig misschien, maar... Dat hebben we nog voor een verleden. We zijn er toch hier. We zijn toch hier, ja. Nou, nog zo zeggen. Het is niet alleen een shot of een dorp. Maar we dachten van andere hymnes. Een clubleedje bijvoorbeeld. Nou, laat maar even... Ik kom dan toch goed zitterd. Oh, wacht. Dat kregen we gedoens met. Dan moesten we van Roda en van MVV en van VVV ook even spelen. Laat het nou even. Ja, Nog geen zingen, hè? Fortuna, Lotgo. Wat kan ons gebeuren? Weer zin in de slot. Met 11 man adem, dat is ons idee. Nog verder, Fortuna, SC. Ja, twee maal. Ja, dat is twee keer, hè? Ja. Dus dat zijn ook, als ze dat liedje inzet, dan weet ze, het is Os Club, Gelem Os en Verschrieën, of we zijn tegen gaat Angers. Ja. Maar voor houten vooral Os Club Kebien. Ja, maar dus is ook dat mensen het groter willen maken. Hè? Waar je net zit, alleen weer Limburg alleen. Ja. Ik heb ooit eens een keer gevraagd of Spik en Span wil komen zingen op de boetezitting. Het geweldige nummer Hoort mich warm, Graasboer meidje. En wat zingen ze op de boetezitting? Hoort mich warm, Limburgs meidje. Dus proberen ze ook toch dat... Ja. Maar over Spik en Span gesproken, dames en heren, we hebben ze hier. En die gewoon niet het Graasboer meidje zingen, maar die gewoon natuurlijk putten uit de rest van hun prachtige repertoire. Gewoon live. Jo aan de piano, Niek achter de microfoon. En hier zijn ze vrug. Spik en Span. In onze gang stelt die weekendtas, die zomers schoon de wendjejas, die kwijtgeraakt.
het grindpad kraak. Al jaren samen, maar niet echt bijeen. Ik zoog wel toekomst, ik wou ze alleen. Ik kwiet je raak. Het grindpad kraak. Oh, een leste blik. Een leste tromp, ik vroeg scheiden dwaald, ik zei ze, ik moet gewoon. En ik wou met, maar ik bleef stom. Kom maar, dicht om mij en zeg, dit boek is nu gesloten, heb die goed leefde losgeloten. Wat morgen, kunken morgen. Maar nu met hart en ziel besloten, die goed leefde los te loten. De auto start, ik stond nog boet. Beslagen hart, beslagen route, die kwiet geraak. Het grindpad kraak. En op waarom geen antwoord geven, maar ik gun dich die eigen leven, die kwiet je raak. Het grindpad kraak. Oh, een leste blik, een leste troon, ik vroeg scheidend wild, ik zag ze, ik moet gaan. En ik wou met, maar ik bleef storm. Om mij en zeg, dit boek is nu gesloten. Heb die goed leefde los geloten. Wat morgen, kumke morgen, maar nu met hart en ziel besloten. Die goed leefde los te loten. Ach, kom, maak dich geen zorgen. Losgelaten. Ach, kom, maak dich geen zorgen. Losgelaten. Ik laat het los. Zeker, Spik en Span live in de klanken van de Ovenklok. Hier vanuit de muziekgieterij in Maastricht komen daar nog een paar keer terug. Dus daar gaan we er weer van genieten. Ik wil het hebben met u over speciale samenwerkingen binnen de Vastelovend. En dan heb ik het bijvoorbeeld over deze band, Ummer de Nijver. Ja, als je dat niet weet, even kijken. Ummer de Nijver, kom maar. Ik ben die al jarenlang aan de weg, ook altijd een leuke inslag. De liedjes die ze maken, waar ze nu mee goed komen, waar ze met aan de LVK bijvoorbeeld. En die heb ik een keer uitgenodigd voor de muziekfabriek. En dan kan we over, ik denk 2002, 2003, 2004. En die willen hier weer een liedje samen doen met Big Benny. En dat wordt me toch een enorme verke staan. Die stal steed op de kop, een grootse verge luppe op de spoel. Ones, kom erbij, loop met in de zwijgerij. Ben die actie big event, die zit overal begint. Is het op de boerderij, weer het wel met zwijgerij. Yeah! Ja! Daar komen! Stal der Rücken, Allah, Kigal.
alle Zweden in de stal. Die zit op het werkersbal. Die alle Zweden in de stal. Die zit op het werkersbal. Er is geen sjangel die je leven en de veertig geen begeven. Dames en nog heren, boeren, doet het op een lange boeren. Dit is puur amusement. Benny en zijn bigge band. Liggen veur in de frats, knorren door dezelfde kwats. Hey! Hey, ik heb Big Benny. Big Benny! De Bagrabie Debbie. De ganse stal weer up. Hallo! Kijk alle zweiden in de stal. Die zit op het werkersbal. Kijk alle zweiden in de stal. Die zit op het werkersbal. Speel Benny en zijn vingerorkest. Is voor wie de werkerspers? Hey! Hey, ik heb de Benny. De de ganse stal weer up. Alla! Kijk alle zweiden in de stal. Die zit op het werkersbal. Kijk alle zweiden in de stal. Die zit op het werkersbal. Ja, bijzonder samenwerking. Ik herinner me nog dat ze door de studio kropen door een tol schenen waar we destijds het programma opnomen. Ja, twee carnavalsartiesten die samenwerken. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, want allebei natuurlijk via SBS'en, dus dat wordt wel makkelijk. Het wordt pas heel erg interessant als er artiesten komen optreden die niet zo aan de vaste lovend gebonden zijn. Ik heb hier het klaarstaan. Even luisteren. Deze man wordt een tieneridool in, volgens mij in de jaren 90 en de jaren 80. Het is René Schumann. En wat gebeurt er nu in de muziekfabriek? In de muziekfabriek komt optreden Mensenkinder. Een bekende band uit Venlo. En Michiel van Mensenkinder zegt, ja, ik zou wel eens graag willen optreden samen met René Schumann. En ik dacht van, ja, dat gaan we nu uit geregeld krijgen. René Schumann die in het plat moet gaan zingen. Nou, niks wordt minder hoor, want ze stongen samen live in de muziekfabriek. Come in me now and not make me longer walk through. You've been stacking up in me, the doctor. I just think never do. Come in me now and not make me longer. Ik hou het er echt niet van. Met een zachte lippen op mijn mond kom ik een beetje van de mond. Met een zachte stem in mijn oor bepleit de ganse wereld in het woord. Zachte lippen op mijn mond, kom ik een beetje van de grond. Met die zachte stem in mijn hoor, het lijkt de ganse wereld rond. Kom in mijn hand,
nog van het smachten. Ik had het echt niet langer. 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 Mensen, kijk. Ja, dit zijn toch echt wel de gouden momenten hoe het geschiedenis van de muziekfabriek. En we vinden het altijd leuk om artiesten bij elkaar te brengen en door het met te doen. En dat deden we ook op de boetegewende boetezetting. Uit Maastricht kwam natuurlijk de groep Zizoom. Uit Maastricht komen ook de Pickertwillers. En Pickertwillers zijn ook een band die komen eigenlijk, ja, jouw wortels, al die muzikanten hebben hun wortels in de Maastrichtse hardcore scene. En ik weet dat Jos van Zizoom, daar wordt enorm fan van de Pickertwillers. Dus op een gegeven moment hij ze zich gehad van... Het zou chic zijn als we een keer het samen kunnen doen. Nou, daar komen we natuurlijk met de redactie van de boetegewende boetezitting gehuur aan. En zo komt het dat ze op een zonnige dag, op een zaterdag verder vastelovend, samen stongen op de boetegewende boetezitting. De boetezitting stonden ze hier samen, de Pickertwillers samen met Zizoom. Ja, boetezitting top, dat is wel die denken, die oude uniform erachter, die oude kostuum. Dat is het huidige kostuum. Vindt zich het oud? Ja, het ziet er wel mooi oud gemaakt uit. Ja, het ruikt wel wat oud. Nou, beer, denk ik. Ja, ja. Hey, maar de boetezitting, is dat eigenlijk een podium om ook nu denger te laten zien? Ja, 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 goed. Dat deed Leij Meissen vroeger al. Die vond het ook leuk om uit allerlei jongerencentra ook wat dingetjes te horen. Als het maar een kleine band had met vastelovend. Ik herinner me de vrolijke Jordanist. Ja, uit Horst. Ja, ja, ja. Heel veel kritiek op gehad. Ja. Destijds, met de opblaaspoppen die door het publiek gingen. Ja, vooral het hui. En wat ze in feite deed is Hollandse carnavalsleedjes in een ander jeske. Maar goed, dat vonden ze dan, dat was de humor van Eur. Nou goed, hij sloeg dan niet overal even aan. Maar we hoeven natuurlijk geen 3 jaar lang een gelikte, bekende show te hebben. Dan moest ik af en toe wat uitproberen. En dan wil ze dus ook wat kennis maken met bepaalde facetten van de vastloop. Ja, of de Duits toch thematiseren. Of dat nou kerstmis is, of dat ze iets Duits bijvoorbeeld met een beroemde liedjeschriever die is overleden. In 2000 bijvoorbeeld, ja, waar Frans Boermans net overleden. En toen hebben een aantal artiesten op de boetezitting liedjes van Boermans gebracht. Ja, had er dan vrije keuze in. Een van de grappige dingen is natuurlijk De Ierste Kusmoel. Dat is eigenlijk een geen vastelovensliedje weer. Ja. Maar uit de Venlose Revue, 1984. Die revue heurt Stel Augustveur. Oorspronkelijk gezongen door Lottie Boermans, dochter van Frans. En Ben Verdelle.
En Chantal Jansen, toen nog Coming Girl, die speelt dat toch met mensen kinderen. Zullen we dat fragmentje nog eens een keer? Het is grappig als ze over het Gaasplein in Venlo Lubs, het Nolensplein, ja. Dat is gans betegeld en zo. En een van die tegeltjes, maar dan moet je goed opletten, er liggen duizenden tegels. Er is een gravure in gemaakt. En daar hebben mensen op 11 november in het jaar, weet ik veel wat, 1991, elkaar de eerste kusmoer gegeven op die plek. Ja, prachtig. Dus dat speelt wel. We gaan er echt kijken. We gaan kijken naar naar de boetezitting. We gaan de fantastische band Mensen Kinders in. Met toen nog pas een heel klein beetje bekende Chantal Jansen. Mensen! Mensen! Heel lang geleden is er wat heel belangrijks gebeurd hier in Venlo. En dat bedoel ik niet een oorlog, niet een overstruiming, niet een zomerparkfeest. Maar dan bedoel ik, de eerste kusmoel is heen gegeven. Zeker de 22 jaar geleden Chantal Jansen. Inmiddels is ze 42, dus normaal is ze toen een jaar of 20 geworden. Wat toen hoor? Ja, dat is de pol. Dat is de pol die ik toen vast had. Toen had ik een idee van, er moest ik eigenlijk een soort een totempol moesten bezig hebben. En dan zou ik iets doen met het logo en de naam. Leuk. Maar ja, ik had niet nog gedacht dat zou ik een microfoon moest vastpakken. En ik wil eigenlijk ook al weten, okay, wat moet ik ook weer aankomen? Dus ik kwam eigenlijk een arm tekort, zo, snap ze? Ja. Dus ze bleef af en toe zo staan. Okay. Dus ze staat nu in het Umroep Museum. Volgens mij sloeg tegen wel onder in de verwarmingskelder. Ja, maar dat is het Umroep Museum. Goed, duidelijk. Nee, we zijn daar heel voorzichtig met dat soort dingen. Dat bewaren we natuurlijk ook heel erg goed. En als je een keer op excursie komt, bij alleen dan krijg je hem zijn storen. Als ze dit over 2000 jaar opgraven, hè, dan weten ze echt niet wat ze vinden. Dan moest het eerst niet gewoon nu. Hè. Goed, we gaan weer gewoon serieus. Dat hebben we voor uitgenodigd om ook gewoon inhoud te geven aan het verhaal van vastelovend. Ah. Oh. De alternatieve vastelovend.
Ja, dat is natuurlijk, je hebt ze georganiseerde vastgeloofd, hè? Ja. De Manslu met Kepkes zingen Paul en Leo. Ja, oké, okay, maar de zus met deze crossovers, om ze zo even te noemen, dat ze ook, kijk, Umme Donnever heeft natuurlijk ook wel de eerste aanzet gegeven tot alternatieve ja. vastgeloven en het altijd wel tegen, ja. tegen de het is hoor de vraag of vastgeloven in beginsel net gewoon alternatief is. Vastgeloven is natuurlijk nooit wie het zou moeten gaan eigenlijk. De filosoof anders. Maar het is toch inmiddels geïnstitutionaliseerd met grote verenigingen, die grote organisaties? Ja, dat meent misschien is. Hè. En men noemt zich dan zelf heel serieus. Men gaat protocollen opstellen en men gaat het de vastgeloven vieren. En het is altijd dat er weer een tegenbeweging komt die er tegenin gaat. Om het weer een beetje rafelachtiger te maken. En dan kunt er alweer een tijdbeweging en dan wordt er weer meer geïnstitutionaliseerd. Dan wil die anderen zeggen van, ja, maar wat wij doen, dat is traditie. Dat is vastgeloven. Ja. Dat is traditie. Ja, maar dat is traditie. Ah. Ja, traditie, en dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat komt van de grote Thomas More af te zetten. Traditie, dat is niet het laten zien van de as, maar het doorgeven van het vuur. Dat betekent... Zo, hey. Zo. Dat moest een teelke van laten maken. Ja, dat denk ik wel, hè. Maar dat betekent dus dat het altijd aan verandering onderhevig is. Ja. Vastgeloven kennen hetzelfde blijven en er zijn geen regels over wie ze het soort moeten vieren. Ja. De vier ze wie de tiet het vrug. En wie de... Misschien niet al even een voorbeeldje. Hè? We hebben het LVK, ja. Dat is een instituut. Weet ze niet, er zit een grote organisatie en regels en een website en reglementen en disqualificaties. En dan draait ze dat om en dan krijg ze het. En dan is Frans Pollux en Jean-Luc Groenteman, programmamakers destijds, bij L1 of bij Omroep Limburg. Nee, L1 worden toen al. Ja. En die zeggen, nee, we gaan het alternatieve LVK bedenken. Ja, en het allerslechtste liedje wint ook. Ja. Dus er was echt een jury en die gaf een puntje. Ja. En uiteindelijk draaiden ze ook nog die puntje om, dus... Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus wat zussen, eigenlijk dat er een jarenlang dat lui hun best gaan doen, het tekstschrijvers nemen zichzelf heel serieus, ze moeten gewoon een groot product neerzetten. Het moet groot rijmen, het moet helemaal kloppen. En dan hebben ze gezegd, ja, is het dan nog met vastgeloven te maken? Of moet je die omkering weer zoeken? Ja. En dan is het dat Lucius extra de andere weg goed gewoon. Ja. René, ik heb voor dich metgenomen, speciaal voor dich, omdat ik weet, doe ze het heel erg leuk. Ja. De allereerste winnaar van het alternatieve LVK, de Chamberlamp. Ik weet, ik mocht natuurlijk geen naam noemen, maar ik hoor een keer op een bepaald bal in Venlo en de Troje zien we de allereerste keer op. Ja, ik weet wel zo bij Tom menig. Ja, het zijn topartiesten. Het zijn topartiesten. Officieel heet ze niet Oet Katsop. Ja, dat is ja, een naam van Katsop. Best min Schimmerland, Schimmerland, wat zegt ik wat? Wat zegt ik wat? Wat zegt ik wat? Best min Schimmerland, Schimmerland, wat zegt ik wat? Wat zegt ik wat? Wat zegt ik wat? Ich bin der gute Enkelbau durch die Stadt. Von Fahren an der Blase, Majorette sind der Mord. Die Kappe ist das Gerabe, Tschunz, die Kappe droht für all. Nu kenn ich mit die Prunke, wann nu ist der Karneval. Ja, du bist mein Leben. Ja, du bist mein Leben. Ja, du bist mein Leben. Du bist mein De knikkerpolitie zag ik staan. Ik zag de oud-prins uit Zuster staan. Guus en Anja uit Katsop, die wonnen toen het alternatief LVK. Het grappige wat dan gebeurt, een paar jaar op Rie is het alternatief LVK. Dan besluit L1 om het niet meer uit te zenden. Wij zeggen van, nou, het is wel goed geweest. En dan werden die artiesten die altijd midden in het alternatief LVK, die werden dan weer gewoond. Dat werd het niet meer, dus dan wordt het ook alweer een soort traditie die hun recht ontleent aan ja. En dat wacht eigenlijk weer op weer een nu-tegenbeweging. Dus dat moet, moet continu doorlopen. Ik ken ook het voor dat de componist van Schemerlamp op een gegeven moment is gaan bellen van hé, ik heb graag een Buma-inkomsten gekregen van dit liedje. Ja, klopt. Daar heb ik de telefoon. Dan ga je zo'n persoon natuurlijk op het niveau zetten van de hele serieuze carnavalsartiest. Ja, En zo is het rondje rond en hebben we weer een traditie. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hè? Dus eigenlijk moet de vastgeloven van, ja, nu dit jaar sowieso, altijd angstig zijn als het jaar erop. Ja. En terveur en nummer op. We hebben natuurlijk ook in het LVK wel eens liedjes gehad. Wat mensen moeilijk vonden. Ik weet in de vorige aflevering uit de toetefoon. Dat vond je mensen moeilijk. Want en als ze dan zichzelf niet serieus neemt in een liedje en beweert van zichzelf of de vreugde gaaf kennen weer überhaupt al zingen, dan is dat ook lastig. Toch? Ja. Het won in Venlo het liedje zo van, hè? Nou ja, goed. Het zijn drie
bekende figuren in den tijd die veel deden, die ook in het uitgangsleven te zien waren. En die best keer als artiest op de bühne willen gewoon, maar ze gaven toe dat ze niet konden zingen. Ja. Maar ze hadden natuurlijk wel een partner nodig die dat wel kost. Die hoefde C. Walkers raken, dat waren geen Denen. Dus het is vooral ook de spiegel voor Rote van Kiegens, ik weet wat ik waar, wat ik niet ken. Ja, dan werd dat spel gespeeld. En dat was spel gespeeld. En dan moest je ook zelf de spiegel voor rooien. En wanneer ze met de grootste kolder toch woorden kunnen vertellen, dan best volgens mij heel wiet. Nou, ik moet even goed kijken. Peer, Gijs, Rupke en G, die zingen, kennen weer zingen. We hadden gans een lange op uw groot fatsoenen moe. Maar met de vastgelopen kappen weer het goede school. Dan maken we een liedje en daar sleuren we dan in. We hebben goed vandaag. Het kind misschien al kwaal, maar niet meer niet normaal. We kunnen niet zingen, en dus zing ik dit liever op. We kunnen niet zingen, maar einde zengel is genoeg. Huurwichtje klinkt wie einde nachtegaal. En baby, dus hoop ik zingen, want ze zien tot zingen niet. En stop, ze zingen van. Hij roept de bol. En als we repeteren weer als boete op de slot, dan wordt het vinger van hoe je boven ons weer komt. De sterkers in ons opvatting, dat wil maar genoeg. Die al die heet en hummers van de godsterren bestond. Den hummers hoog ook niet, de huursvolger aan weet. We kunnen niet zingen, en dus zing ik dit liever op. We kunnen niet zingen, maar einde zengel is ik leek wie einde nachtegaal. En we retainen niet normaal. En toch even opgezocht in het boek. LVK 2004. Wennagen, Paul en Leo, twee allemaal afgezegd. En toch tekort. En dit liedje, jazeker. Een elfde plaats. Geen Denen, Gijsje, Peerke en Rupke kennen weer zingen. Hoe het komt van Venlo. Hij ook de liedjes over het gewoon, opus jokers. En over mensen die in hun eigen dorp best wel dukte liedjes over het hebben gewonnen. Heb ik het nu over? Dit is voor u live hier in de muziekgieterij in Maastricht. Spik en span. Het is de zegenovend, dit woord was te lovend, de chicste van de goeite beleef. Tot prinsoet verkoren, dat wou ik al jaren. Ik heb in een droom nog geleef. En nu ik hier sta met mijn vriend, met mijn vrouw, is er hier nog een stukje wat ik verlezen wou. Zo'n twee maanden geleden, door de zaal er geregen, vol spanning, achter het dok. Met een scepter gevat en een padje opgezet, juist de blaad van mijn prinsenboek. Verholen die komen, mijn boek valde snel, doet het lastige dichtje op dit laatste vel. Tot volgend jaar, de vaste loven des gedom. Tot volgend jaar. Ja, deze prins leert stil een troon tot volgend jaar. Dan stond ik hier weer zongerver. Maar het is wat het is, ik weet nu wat ik mis. Ik heb de vaste lovend jaar tot volgend jaar. Van
van een optocht genoten, die de trocht door de straten met stralende lui langs de kant. En ik hoor op de wagen, wie op hen rondje dragen, als prins van mijn graasboerenlandje. En nu ik hier sta met mijn vrouw, met mijn vriend, wil ik eigenlijk doorgaan, nog een lesteren. Tot volgend jaar, de vaste loven is gedaan. Tot volgend jaar, ja, deze prins liet stellen trouw. Tot volgend jaar, dan sta ik hier weer zonder ver. Maar het is wat het is, ik weet nu wat ik mis. Ik heb de vaste loven, Ger, tot volgend jaar. De stad is verloten, mijn boog is gesloten, mijn pak gaat terug in de kas. Maar wat wordt toch schoon, en wat wordt toch chic, die gedachte, die houd ik vast. Wat het is, ik weet nu wat ik mis. Ik heb de vaste loven, Ger, tot volgend jaar. Ja. Toch even, Niek en Jo, het wordt uw LVK-debuut, hè? Het finale debuut, hè? Ja, zeker. Met dit liedje. Ja. En wordt ze toen echt prins of volgens die Orde van Europrins? Nee, ik ben in 2006... denk ik prins geweest. Nee, 1996. Oh, 1996, ja. Alweer 10 jaar ervoor. Dus al 10 jaar niet. Ik ben nog in het pak geholpen door een van Cartouche. Dus ja, dat is allemaal goed gekomen. Even aan, doe je aantrekken. Ja, toen ging dat makkelijker dan nu. Ja. Hey, en werd ze nog wat geworden in die finale? Wie was er zeker geworden? Nee. Zal even in dat prachtige boek kijken. Joh. 15e. Oh. Maar het wordt wel het LVK van... Wedree, en het wordt LVK van Ronen en Karin. Dat wordt nog alles een top LVK, zou ik eigenlijk maar zeggen. Eigenlijk lanceerde ze het liedje vandaag. Ze zo te veel, ja, vandaag. Zo te veel was het, ja. Oh. En dan moest ik voorstellen dat ze eerst dit, Chris. Het waren natuurlijk iets anders gearrangeerd, maar het waren wel die sfeer. En dan in één keer pats die gek goed van erover. Ja, ik vind het een wereldnummer. We gaan nou tegelen, volgens mij. De vastloopsvereniging. De Beerpiep. Wat is dat voor club? Nou ja, goed, dat is eigenlijk een café, vastelovensvereniging. In de zin van, we hebben elkaar leren kennen in de kroeg. Gezelligheidsvereniging. 1967, dat gebeurt natuurlijk veel. Dat is eigenlijk geen rem meer op het ontstaan van allerlei weekverenigingen. Want er is niet echt meer een pastoor die door een oordeel even moet vellen of een burgemeester de toestemming moet geven. Dus daar heb je zo'n vriendenclub die doen de kas vullen. En hetzelfde, weer een soort reactie op hetgene wat er... Ja. Waar? Dus nou ja, dat had zich tegen natuurlijk het institutionele Den Oeles. De Oeles, ja. Dat had zijn stijl ook nog de ketelaars die het beroemde rechtbank hadden. Ketelgericht. Ja. Nou, en dan gaat zo'n kleine vereniging, Kreet Lotte Zeen, wij kunnen ook wat organiseren. En wij kunnen ook een prijs uitreiken aan lokale mensen die wat doen. Mm-hmm. De solidariteit hebben we genoemd voor het lokaal. En dat is de pannenkletser. En dat is zeg maar de Orde van de Gulden Humor, die huurt bij... Vastloosvereniging De Beerpiep. Bestaan ze nog? Weet ze dat niet? Ja, zeker. Hey, we hebben een VHS-bandje gevonden in het prachtige archief van het Limburgs Museum. Die hebben eigenlijk een te gek beeld- en geluidsarchief. Daar gaan we nog dunkend putten met dit programma. En een VHS-bandje is niet super kwaliteit. En ik heb 4 duo's geknipt. Uit de bandje. Dus let niet op de kwaliteit. Dus niet op de kwaliteit dat je van LN gewend bent. En ik wil heel erg beginnen met Piet Boonstra en Peter Vellinga. Peter de Essen, neem jij dus even verlegen. Dat trok met Piet Boonstra door de hele provincie. Humor op maat. Humor op maat, ze zijn van gebroken en het duo uitgeslopen. Ja, ze stonden eigenlijk in pyjama en met zo'n pyjama muts stonden ze in zo'n nachtrem, stonden ze op de bühne. En Peter speelde met en Piet. En ze deden van tevoren kijken, zien we in die plaats, zien we in die plaats. Daar passen ze eigenlijk een beetje de humor en de grappen. Of de personen, wat in de zaal schoten. Ja. Ja, het is ook eigenlijk wel een dat heeft ook een beetje met de troogheid van de act in die jaren te maken.
We hebben in een andere uitzending de Mijnstreek Troubadours gezien. Zangkoer die leuke liedjes maakten, of de Globetrotters of zo. Op een gegeven moment is dat, gaat dat een beetje droed. Ja, het is ook een beetje, het is muziek. Het is ook een beetje buut zit erin. Het is kleinkunst. We gaan even kijken naar een heel klein stukje. Uit 2 keer 11 jaar de Beerpiep, duo uitgeslopen. Dat zijn van anders, dat zijn van De tactiek ook van de dikke en de dunne. Hè? De dikke en dunne, de slumme tegen de stomme. Precies. Die tegenstellingen waar eigenlijk de ganse maatschappij even in het duo bij elkaar kump. We gaan nu een vraag aan fragmentje kijken van 2 slumme volgens mij. Want dat is duo Peper en Zalt. En zou ik denken, Peper en Zalt bij bestelling, godsnaam. Nou, de ene, dat is Wiel Aerts. Bijvoorbeeld schrijver van de Venloze Revue. Hè? En de andere is niemand minder dan Ben Verdelle. De furore maakte in de jaren 80 met zijn orkest De Vrijbuiters. Even kijken naar Peper en Zalt. Ja. Maar we gaan het hebben, dames en heren, actualiteiten. En met name, je hebt het in de krant kunnen lezen, in Engeland er werd een groot probleem bij die nonnen. Welke nonnen? En een Engels breakfast, dat is nog altijd zo, wil eier met spek. En dat is toch een traditie door. Maar het grote probleem werd door die keeper toch een keer er wat met. Oh. En er wordt toen gezegd, reizen we allemaal te nekken, want dat kan niet. Ja, wacht even. We hebben gebeld. We hebben gebeld naar Londen, er stond een paar weken terug in de krant. Die keeper waren krank, hebben die moeder overste gebeld, zuster Salmonella. Maar ja, die waren niet te pakken te krijgen, want ze hadden geen telefoon in het keeperhok. Luister maar. Waar zie ik dan nou zitten in dat keeperhok? 14 zwarte nonnen samen op de stok. Peper en Zalt worden het. Misschien kost je het leedje wel. Ik heb het ook nog even metgenomen. Het drama op de ACM, ja, van de Vrijbuiters speelde ze. Opgenomen bij Jan Telen in de studio. Ja, opgenomen bij Jan Telen in de studio. Ja. Helaas niet meer. Ik ken het niet meer van die mooie dingen opnemen. Zingen. Op een HCM daarachter in het veld. Ja, koop die plaat, dames en heren. Goed, ik ken een plaat rijden. We hebben ook live muziek, hè? Ja. Maar is het nou zo dat dit soort kleinkunst in de verdrukking is gekomen van de decibellen? Of... Nou, ik vind wel de laatste jaren weer een tegenbeweging komen waar kleinkunst, humor op de actualiteit, loesterleedjes, dat die toch wel steeds meer naar voren komen. Ja. Gelukkig. Gelukkig wel. We hebben wel trio ongeplukt, hè, die je dan en iedere kunstenaar, iedere kleinkunstenaar heeft natuurlijk ook heel makkelijk zijn podium. Zeg maar op social media, om alles te plaatsen wat ze willen. Ja. Bad erover in Maastricht. We gaan toch naar de live muziek. Ik heb de platen afgezet. Ger. De man is dan klaar, de man uit zusteren. De enige echte Spik en Span. MUZIEK
door het vet vanavond, maar de avond weer de nacht. Zo'n vaste lovend avond, geet hem maar sneller, dag en dag. De trommen uit te zwiegen, de lampen een beetje aan. Maar ik wil nog blijven, ik wil nog lang niet hier vandaan. Ik heb nog tijd, maar de klok heeft beslist dat dit voor ons het einde is. Ook al zijn ons glazen leeg en ook al moet ik nu op weg, ik wil blijven, ik wil blijven. En ook al wordt hier de confetti door de boete deur geveg, ik wil blijven, laat mij blijven. Hier vanavond, hier bij dich. Met een slag, de deur vlug open, het is zo zat de harmonie. Die gewoon nog lang niet slopen, ik nog het nachtenbie. De trommen terug te klinken, en het café geeft vol de raam. Kom, geef ons nog het drinken, ik wil nog lang niet hier vandaan. Het is wel tijd, maar deze kapel het beslist dat dit nog niet het einde is. En ook al zijn ons glazen leeg en ook al moet ik nu op weg, ik wil blijven, ik wil blijven. En ook al wordt hier de confetti door de boete deur geveegd, ik wil blijven, laat mij blijven hier vanavond, hier bij dich. De sterren aan de hemel en de vaste lovers morgen samen sloppen gaan, wil ik hier zijn. De trommen en de truiten van ons uit de harmonieke hier op moeten gaan, wil ik erbij zijn. Ik wil blijven, nog niet blijven. En ook al wordt hier de confetti door de boete deur geveegd, ik wil blijven, laat mij blijven hier vanavond, hier bij dich. Ik wil blijven, ja, hier bij dich. Even blijven, en ook bij dich, en bij dich, en bij dich, en bij dich. Laat mij blijven, ik wil blijven, even blijven, nog het blijven. Ik wil blijven hier vanavond, op deze vaste lovend avond. Ik wil blijven hier vanavond, hier bij dich. Winnend LVK-liedje dit jaar 2018 en Spik en Span blijven in een prachtige akoestische live-uitvoering. Je laat zien dat je dat ook kent. Niet alleen maar op een grote bühne met een hoop volk, maar ook gewoon hier, klein, in klanken van de ovenklok, achter de vleugel. Dankjewel dat je er hoort. Tom bedankt, René bedankt. Frank Steins bedankt. En om dit te programma, de klanken van de ovenklokhedge, is aan de Beyerdier het laatste woord. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brombier, Wheeler en New Energy Systems.